dat jullie weer kijken. Het is alweer zaterdag. Klusjes eind van de week. Ik heb geprobeerd om deze VF-banden, 72-95R54, op deze trekker te zetten. Maar het paste niet. Het was te krap hier bij de AdBlue en de accubak. En hier bij de brandstoftank. Dus ik zie er maar vanaf van die VF-banden. We gaan gewoon verder met de 11.2x54. Wel jammer. Of de 9,5 inch banden zetten we erop. Ja, er was een mogelijkheid om de accubak naar voren te zetten. Dat hier meer ruimte zou komen. Dus vandaar dat ik dit allemaal los heb gehaald. Maar er was nogal een zwijnerij bij die accu, dus alles schoongemaakt. Ja, het is weer zaterdag. De Jelle is dan weer aan het assisteren. De ploeg schoonmaken en de trekker schoonmaken. Even grondrijden. Jelle is de bandendruk nog even wat aan het verhogen. Want we rijden over de weg. We willen naar 1,7 bar. Gaan we sorteergrond wegbrengen. Een boer die het nog wat lage plek in het land, die wil het heel graag ophogen, die is er echt dolblij mee. Stuift wel een beetje. De trekker loopt niet op water. Even het loop. Beetje diesel. Help me aan de 20.000 abonnees. Ben er bijna. En natuurlijk een duimpje omhoog hè, als je het leuk vindt. Ik weet niet of ik het ooit heb laten zien. Ik heb hier de brandstofopslag en de olieopslag. Ik heb hier een dieseltank liggen, 2000 liter. En een AdBlue. Vat van 200 liter. Hier nog smeerolie voor de achterbrug en voor de motor. Hier de afgewerkte olie. In een container. Achter slot en grendel. Niemand wat te zoeken.
Ja, dan wil ik ook een filmpje maken van de uien, wat de kwaliteit is. Dan zie ik dat er een paar TL's kapot zijn. Dus die eerst maar even vernieuwen. Of niet? Nee. Hij doet het. We hebben nu tenminste weer goed licht, dus we kunnen ze nu mooi bekijken. Eens kijken hoe dat ze van binnen zijn, die uien. Pakken we. Snij ik hem eerst maar zo door. Deze ui lijkt wel goed. Ik ga er nog een andere pakken. Kijk eens, hij is bijna hol. Het lijkt allemaal hartstikke mooi. Ja, ze hoeven ook niet zo lang meer te zitten. We hebben al een groot gedeelte verkocht van de gele uien. Gaan we bij de rode kijken. Jammer dat er wat stof is opgekomen. Maar... als we het stof eraf vegen, ja, dan zijn ze toch prachtig. Maar ze zijn ook goud waard. Want er is al een euro geboden per kilo. En betaald. Kijk hoe dat deze nu zijn. Nou, dat lijkt ook goed. Hier een verkeerde ui. Zo is een grote doorsnijden. Bijna een kwartje. Kijk, deze is prachtig mooi. Die is een beetje hol. Prachtig. Hier hebben we ook al een gedeelte van verkocht. Nog niet alles. Maar ze zijn hartstikke mooi. En de prijs is super best. Gezien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.